What's good, Kelvin? Mijn naam is Martje, a.k.a. Martje17NL. En vandaag ga ik iets bijzonders doen. Namelijk, ik ga met deze euro iets doen. Deze euro die je in beeld ziet, in Joey zit nu. Deze euro ga ik iets doen. Ik moet hier namelijk in een half uur tijd 500 euro van maken. Er zijn wel een paar regeltjes aan verbonden. Namelijk 1. Na een half uur moet ik 500 euro cash in mijn handen hebben. En ik mag niet lenen. Dus ik moet het echt gewoon zelf bezitten, het geld. En ik mag geen eigendommen van mijzelf verkopen om geld te krijgen. Want dat is wel heel makkelijk. De tijd gaat in. Het is nu geen idee. Ik moet even een action bar aanzetten. Het is nu bijna 10 voor. Dus dat betekent dat we om 10:30 hier weer moeten staan met hopelijk 500 euro. En als we hier niet staan, staan we ergens anders met hopelijk 500 euro. We gaan er in ieder geval voor. Zodra het 13:50 is, gaan we aan de slag. En dan hoop ik echt dat het gaat lukken. Heb jij al een tactiek, Joey? Nee, ik weet het echt totaal niet. Nee, nou ik ook nog niet echt. We moeten denk ik gewoon vragen of iemand een euro wil ruilen voor 2 euro eerst. Misschien is dat al een begin, zeg maar. Dat is wel goed beginnen. Ja, dus, maar voor hetzelfde geld hebben we al eerder 500 euro. Het kan ook zo zijn dat iemand in 1 minuut al 500 euro aan ons gunt. Ik heb geen idee, we gaan het zelf merken. We gaan er in ieder geval voor. Ik denk niet dat we in deze stad veel... Nou, er zijn toch wel best wel veel mensen online. We gaan toch proberen als we iemand tegenkomen. Maar we gaan wel even naar wat drukkere steden toe. Het is nog steeds geen 10:00. Dus we mogen nog steeds niet beginnen, Joey. Oh, nu is het 10:00. We gaan beginnen. Oh my god. We gaan beginnen. We moeten mensen vinden. Oké, zodra we mensen vinden, komen we terug bij jullie. Ik denk dat we toch naar het land moeten. Wat dan? Ja, hier is bijna niemand. Heb je al iemand gezien dan? Nee, eigenlijk niet. Oké, dan gaan we naar Atlanta, maar dan moeten we niet dat mensen het gaan jatten. Nee. En anders gebeurt dat maar, ja. Ja, dan kunnen we altijd de challenge opnieuw doen. Oké, we gaan naar Atlanta. Nog even leuk om te weten, wij mochten helemaal niks bij ons hebben. Oh, dus ik laat ook even mijn inventory zien. Welke knop ik kon de knop niet vinden. We hebben alleen maar de euro bij ons, eten, drinken. En voor de rest, nou ja, telefoon als bewijs voor als iemand gaat scammen. Nou, en voor de rest kleding aan. Dus ja, we gaan er gewoon voor. We gaan nu naar Sunnyvale. Woehoe! Oké, we gaan via Gredel leven. Want in Gredel lopen niet zo heel veel mensen. Maar toch lopen daar best wel veel mensen. Die vaak een praatje maken met je op straat. Dus wellicht dat die wel wat... Waar ben je, Joey? Oh, je bent er al. Wellicht dat die wel iets kunnen doen. We hebben nog helemaal niks gedaan. Hè? We zijn al 3 minuten verder. We hebben maar een half uur, Joey. Ja, en we hebben nog steeds maar 1 euro. Daarom dacht ik gelijk naar Atlanta. Maar... Ja, dat weet ik. Maar daar is misschien weer te druk dat mensen juist weer alleen maar andere dingen aan hun hoofd hebben. Dit is meestal wel een stadje. Kijk, er staan best wel veel mensen online. Oh, ook agenten. Joey, ik heb iemand gevonden. Ja. Wacht. En dan... Wacht. Ik heb een vraag. Hey! Oh, Joey, kom, we gaan weer verder zoeken. Oh, sta stil. Wat? Hallo. Mag ik wat vragen? Ja, heb ik al gezegd. Nu moet de vraag nog komen. Oh, ik doe een challenge. En ik heb hulp nodig. Er komt nog iemand bij. Ik moet van deze 1 euro in een half uur tijd 500 euro maken. Wees drukte. Wie kan mij helpen? Alle beetjes helpen. Ikke. Oké. Waarmee wij? Ik moet van deze euro 500 maken in een half uur. Ja, iedereen wil helpen. Maar kom dan met geld of zo. Oh. Of een ge, ja. Hoe pakken we dit aan? Ik ben jarig vandaag. Gefeliciteerd. Dat wordt trakteren op geld. Nee, maar gefeliciteerd. Alle beetjes helpen. Ik wil ook... dat wil niet. Alle beetjes vitamine. Helpen. Je wordt genakt. Ik kan ook voor geld een shout-out doen. Ik kan ook een shout-out doen voor geld.
ik allemaal? Wat heb je nodig? Misschien even meelopen. Oké. Oké. Heeft het leuks? Ik heb wel een beetje lag hier, maar oké. Okay. Ik ook. Al is een downtown. Oh jee. Zoals een slecht plan. Misschien kan dit gewoon halen. Een half uur. Nee, ik doe het hier wel. Kom maar. Oh, wacht. Waar is hij? Oh, hier. Ik heb wat lag. Oh jee. Iedereen loopt mee. Ja, dat heb ik door. Waar ben ik? Nee, ik ben binnen. Hoe gaat het met je arm? Met mijn arm? Heb je wat aan GoPro? Kan ik wellicht verkopen? Wat is de waarde? Je mag ook geld geven. Of zo. Matjes stem is cute. Nou, dankjewel. Oh, €250 is die waard. Hoe heb je de helft? Oké, nice. Ik kan het proberen. Oh, dat is wel nice. Als dat item kan ik gewoon verkopen. Moet ik alleen zorgen dat er geen politie komt. Jazeker. Je zit in de video. Hi! Shoutout! Hey! Ja, zeg alle kalfijntjes, kalffamilie maar eventjes. Hoi! Kalfems. En zo naar Maartje. Yay! Maar we hebben niet alle tijd. Moet de challenge halen. Moet dus van €1 naar €500 zien te raken. Oh, ik heb hem al in mijn inventory. Ik zie het nu pas. Oh, hallo. Wat? Oh, wat? Nou gaat iedereen erin. Ja, doei. Oké. Ik krijg nog meer spullen om te verkopen. Ik hoop alleen dat dat gaat lukken. Want daar zitten we ook nog mee, hè? Ja, dat is het. Maar mag ik dat verkopen voor de video? Om die €500 te kunnen krijgen? Ik heb superveel spullen gekregen. Ja? Thanks. Oh my god, ik heb gewoon bijna een half pyjama gekregen. Allemaal spullen. Dank je. Oh god. We gaan snel verder. Ja, we hebben nog 20 minuten. Ja, we hebben nog 20 minuten. Dank je. Zo, Joey, we zijn in Atlanta. Ik heb superveel spullen. Ik hoop alleen dat het gaat lukken. Er staan heel veel mensen daar. Het is er allemaal. Moeten we het vragen? Hallo? Hallo? Ik doe een challenge. Ik moet van €1 €500 maken en heb eventueel spullen die ik wil verkopen in mijn huisje. Een GoPro. Snoepbakkie. Hallo. Een broek. Een helmpje. Pyjama broek. Pyjama helmpje. En een ding. Ja, welke spullen? Ja, loop even mee naar mijn huis. Heb niet veel tijd, dus misschien wat cash binnen. Binnen eerst. Ik heb allemaal spulletjes. Ja, straks even. We zijn bezig met de challenge. Ja, ik neem Stekkie mee. Ik heb maar €500 in totaal nodig, hè? Maar
spreken we af bij Portal Kaap. Daar woon ik vlakbij. Ik hoop alleen niet dat er nu politie komt of zo, weet je? Oh, is Monkey Raider politie? Nee. Oké, okay, dat ziet er wel een beetje uit. Wat is dit? Gooide hij nou geld? Oh nee. Oké, we gaan naar de portal. Op twee stacks. Geen idee. Even naar Kaap Portal. Hoe komen we naar Kaap Portal hier, hè? Nee, in de justitie. Lopen dan. Justitie. Eerst naar justitie. Oké, okay, we hebben nog hoeveel minuten? Oh, we hebben nog minder dan 20 minuten. Oké, okay, die kant op. Kijk, ze komen allemaal achter me aan. Dus ik hoop dat ze mij kunnen supporten straks. Waar is die portal? Hier is die portal. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat het gaat lukken, Joey. Ik denk het ook wel. Oké. Okay. Nu even naar mijn huis. En dan... doe ik de verkoop. Van 1 euro naar 500 in half uurtje. Gaat wel lekker. Oké, okay, kom. Ja, ze gaan volgen. Top. Mijn huis is daar. Ik ga mijn eigen spullen kopen. Oh my god, je bent echt noob. Oh. Hij gaat gewoon zijn eigen spullen kopen. Oké. Okay. Oh god. Kom binnen. Kom binnen. Ja. Je hebt toestemming. Joey, waar ben jij? Hoi, hier. Waar? Ja, achter je. Achter me? Oh, hoi. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik heb een GoPro in de aanbieding. Oh, sorry. Kom eruit. Joe. Oh, hij wil die GoPro. Ja, dit is de GoPro. Oké, we doen gewoon een soort veiling hier, hé. Hey. Ja, je moet ze laten bieden, want die andere wil ook die GoPro hebben. Ja, wow, wat? Zo duurt het voor 350 euro. Hangt van de bakje af. Die wil... hem ook, zag ik. Hij heeft briefjes van 500. Ja, wisselen kan altijd nog. Ja, dat kan altijd nog. Dat kan jij altijd wel fixen. Dat ja. Kan Joey wel fixen. Als je weet waar een pin is. Ja, denk ik wel. Oké, okay, eventjes. Dan moet die jongen wel snel. Ah, die jongen moet wel snel terug zijn, hè? We hebben nog een kwartier. Oeh, spannend. Maar als die 350 biedt, dan zitten we al over de helft. Oké, okay, een biertje. Oké, okay, lekker. Aquamarine Enchanted Broek. En het is een helmet, staat er bovenop. Maar... genoemd als helmet. Ja. Nee, 2K. 2K! Oh my god, dan heb ik het al. Maar dan... wow. Maar dan... Wow. Ja, dat ja, maakt niet uit. Dan heb ik... gewoon doen. De challenge gehaald. Ja, dat maakt toch niet uit. Jee, daarom! Ik ben hartstikke blij! Ja, als je al die dingen verkoopt... Nu lijkt het net of dat hij denkt van... oh. Wow. Ja, klopt. Het klopt. Ik had het alleen nooit verwacht. Oké, kom mee. Oh, ja. Ik had het nooit verwacht. Even kijken, waar zit de deur? Oh, kut, ik heb hem aangedaan. waar is die deur? Oh, hier. Hier is de deur. Oh my god. Ik heb het gewoon gehaald, Joey. Nice. Oh my god. Gehaald. Oh my god. Dit is... wow.
Wat? Oké. En die, ja. Ja, die GoPro. Nog meer. Alleen. Lego. Maar ik wil niet te veel. Jawel, ja, maar dit voelt zo rot. Oké. Nee. Ik hoop maar, Bartje is er nog niet. Ja, dank je. Oh my god. Ja, dank je. Woe, ik heb het gehaald. Oké, ik heb ook nog een donker violet helm enchanted. Heb ik ook nog. Beetje damage. 1k, zo. Ik weet niet wat de waarde is. Ja, je biedt 1k. Ja, dat zie ik. Gewoon doen. Is dat de waarde? Ik heb echt zo die challenge echt dubbel en dwars gehaald, man. Niemand die me helpt? Nee, gewoon doen. Zeg gewoon. Oké, deal dan. Je snapt het, als mensen hoog bieden, moet je gewoon zeggen ja. Ja, maar dit is zo raar. Het is er raar aan. Oké. Nou, dan gaan we eerst ook eventjes daddy. Ja, oké. That's life. That's life. Natuurlijk. Ja, maar het is zo raar. Ja. Oh, die Seppe, die vind ik wel zielig eigenlijk. Maar weet je, het is een challenge, dus in principe... En heeft er zelf voor gekozen, hè? Ja, maar hij heeft ervoor gezorgd dat ik die challenge heb gehaald. Dus als ik gewoon nog 500 overhoud, dan heb ik mijn challenge gehaald. Dat is waar. Dit is mijn challenge. Dit is het bedrag. Dit bedrag. Dus ik ben blij. Oké. Ik vind het wel zo eerlijk om het hem terug te geven. We willen heel graag een huisje hebben. Waarom is die deur open? Oké. Bartje. De GoPro. ik hoorde net een bot van 350. Ik weet niet wie dat was. 500, oké, 500. Wie gaat hoger? Dan heb ik dat nog gehaald. Andermaal. Verkocht. Heb je dat nog dubbel gehaald? Kom. Oh. Ja. Dus eigenlijk, even kijken, 200 en 100, ja. Oh my god, hier. Nou, yes. Dubbel en dik verdiend. Dubbel en dwars gehaald. Oh my god, we hebben de challenge echt super snel gehaald. Wow, van 1 euro naar 500. En dat keer zoveel. Ik bedoel, die Seppe die heeft heel veel kleding aan mij gegeven. Die wou heel graag een huisje hebben. Dus dat geld heb ik gedeeltelijk gewoon teruggegeven. En we hebben ook nog gewoon andere dingen. Die pyjama, die vind ik eigenlijk zelf heel mooi. Die wil ik eigenlijk zelf houden. Kan je gewoon zelf houden. We hebben het toch al gehaald. Ja, dat is waar. Ik mag ik lekker eten van kunnen houden? Wat? Van die? Had ik lekker... Ja. Ja. Maar ik heb mijn challenge gehaald. even denken. Ik zit even te denken om hun te bedanken. Maar waarmee? En ik heb niks op zak. ik zal eventjes kijken of ik hier wat heb liggen. Nou, hier hebben we golden apples. Golden apples. Oké. Voor iedereen hier 3 golden apples. Oh, monkey is wel waar. Als bedankje. Oké, Bart. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Gewoon nou. Doppen ze naar elkaar. Super bedankt voor het meedoen en helpen. Oké. Ja. Ik ga in ieder geval hier even staan in F5. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Kalfem. Oftewel Martje Fem. Doe eens gek, want normaal doe je al normaal genoeg. Doei! Doei!
Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even. Druk gelijk dat belletje even aan. En kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen. En daar kun je op klikken. En dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat.